Ik snap sowieso niet waarom mensen soms dingen doen. Zit je op de snelweg, een hele stoet met motorrijders, allemaal dezelfde kant op. Denk ik, jongen, steek die kop even bij elkaar en huur toch een busje. Yo, ik ben Maarten, welkom in mijn huisje. Vergeet je voeten niet te vegen, want ik heb geen zin om te dweilen. Als ik mijn cabaret moet omschrijven als een soort stijl, dan is het liedjes afwisselen met teksten. Ik moet even een stukje om, via de parkeergarage. En de liedjes zijn veelal wat serieuzer, realistischer ook. En mijn teksten zijn vooral absurd. Ik hou wel van die afwisseling. Maar aan de andere kant, als iemand een heel boeiend, sterk verhaal vertelt, dan blijf je ook luisteren. Dus het is geen regel, maar ik merk dat ik het wel fijn vind als er een beetje met vormen gespeeld wordt. Ik moet kotsen en word misselijk van mensen op de straat. Spannend, hè? Van een spuithoer die zichzelf verkoopt en van de booien die haar slaat. Van een man met mooie praatjes die de geur heeft van een ui. Maar het allermeeste kots ik van een hondje met een trui. Wat ik wil maken, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog niet achter. Maar ik gun mezelf wel de komende 5 jaar om daar gewoon aan te knutselen. En te ontdekken wat mijn stem is. De vorm heb ik wel een beetje te pakken. Kunnen we even door de tuin? Maar daar ben ik nog niet uit. Deze plek probeer ik altijd mijn Hans Klok imitatie te doen. Ik ben er nog een beetje mee aan het werk, maar vloep! Ik begin meestal met maken, toch wel vanuit een verbazing in de realistische wereld. En dan schil ik die zo tot er iets overblijft wat heel erg absurdistisch is. Ik vertrek van huis en ik weet niet hoe ik het voor mekaar heb gekregen, maar ik ben nog geen 50 meter onderweg en ik krijg gewoon ruzie met een eend. Dus grotere thema's, die zijn wel herkenbaar, maar die zitten in situaties die totaal krankzinnig zijn. Ik loop langs de sloot. En ik zie verderop in het gras zie ik zo'n groepje zitten. Dus ik wil passeren. Komt er zo eentje naar me toe gewaggeld, zo van kwak, 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 kwak. Opeens knalt dat gewoon in je hoofd. En dan heb je een idee. En dan is de kunst is natuurlijk om daar verderop door te gaan en dat materiaal te laten groeien. Dus je hebt zoiets van, oh, wat is er aan de hand? Had ik dus in zijn ogen te veel naar zijn vriendin gekeken. Eenden, die zijn ook best wel agressief. Tegen elkaar ook. Dus ik denk dat dat dan toch, dat ze er onbewust toch er zelf naar gevraagd hebben. Dus ik loop door. Hoor ik achter me nog net even zo één keer zo van kwak. Dus ik draai me om, ik zeg, wat is je probleem, hè? Ik bedoel, ik weet niet eens welke je vriendin is. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. En bovendien, ik val niet eens op eenden. Het is gewoon vergezochte jaloezie. Hier, neem een stukje brood. Nou, werd totaal verkeerd geïnterpreteerd. En allemaal andere eenden erbij. Begon hij met zijn vleugels op zijn borst te slaan. Zodat je haantjesgedrag te vertonen. Dus ik zeg, kappen nou, mafkees, hè. Ga je onzekerheid niet op mij lopen projecteren met je groene kop. En ik ren meteen naar huis. En dan denk ik, als je je op die manier binnen het dierenrijk weet te gedragen, dan denk ik, dan verdien je het ook om gewoon even door Maarten Ebbers in een slecht daglicht te worden gesteld. Pak de telefoon, ik denk, ik zeg mijn abonnement van de Donald Duck op. En misschien als ik op een gegeven moment dan klaar ben met de eenden, dat ik dan steeds een stapje verder durf te zetten, totdat ik afreken met alles en iedereen. Dit is waar ik woon. Kom verder. Ik woon hier best graag. Omdat ik zoveel ruimte heb. En zo weinig buren. Kan ik echt doen en laten wat ik wil. En dat ik gewoon echt met muziek bezig kan zijn. Zonder dat iemand last van heeft.
ben Maarten Ebbers, stand-up comedian. Ik had het van de week nog, ik moest met de trein moest ik naar Utrecht. Dus ik fiets richting Amsterdam Centraal Station. Ik raak afgeleid door een of andere maatschappelijke kwestie. En ik ben erover aan nadenken. En blijkbaar heb ik een kaartje gekocht. Ben ik het perron opgefietst. Heb ik mijn fiets opgevouwen en ben ik in de trein gaan zitten. Want ik kijk in de trein een keer naar mijn fiets. En ik denk, kut. Ik heb helemaal geen vouwfiets. Ik wil mijn didgeridoo echt heel graag op het podium gaan gebruiken. Maar hij heeft dus... faalangst. Ik zit al elke avond op een min te praten, hoor. Oh, jongen, je mag er best wezen. Je ziet er fantastisch uit. Oh, nee, nee. Gaat hij weer... Is hij kapot of niet? En dan ga ik meteen zeggen, de winnaar voor ons is Maarten Ebbers. In 2009 heb ik het Leids Cabaretfestival gewonnen. Ik denk dat een festival winnen echt heel erg goed kan werken voor promotie. Om je gezicht te laten zien. Om je kenbaar te maken aan een groter publiek. Maar uiteindelijk moet je het toch gewoon wel weer gaan doen. En moet je toch gewoon zorgen dat er een goed avondvullend programma staat. Ik moet deze week weer naar de bieb toe en ik weet niet hoe ik het doe, maar ik moet echt snel gaan lezen, want die boeken moeten uit. Ik moet nog even langs de carglass, ja, omdat ik in de krant las dat je daar gratis terecht kan voor het barstje in je ruit. Ik moet mijn kleding kan sorteren, dat aan alle oude kleren. Maar de gaten nu in zitten kunnen worden weggegooid. En ik moet me weer eens scheren en mijn fietsband repareren en het vriesvak van mijn koelkast moet broodnodig weer ontdooid. Ik ben niet de winnaar van het Leid. Ik blijf gewoon wel Maarten Ebbers. Die zich verbaast of over alles wat er in de wereld of in mijn leven, in mijn wereld gebeurt. En daar in staat is om daar een komisch programma over te maken. Dat moet het zijn en dat moet het blijven. Morgen wordt een drukke dag. Morgen wordt een drukke dag. Ja, ik ben wel echt een onzeker, ja. Gewoon het twijfelen. Ik twijfel gewoon echt heel veel. Ik vind het moeilijk om een keuze te maken en dan blijf je ook een beetje in het midden hangen. En ik denk dat ook dat ook een thema is waar mijn voorstelling over gaat. Van, ja, er is zoveel baggerzooi in de wereld. Ik heb het goed. Ik moet er wat aan gaan doen. Wat ga ik doen? Ik wilde nog even naar de supermarkt. 7 magnetronmaaltijden halen. Want dan hoef ik de hele week niet te koken en dan hou ik tijd over. En van de tijd die ik overhoud, wilde ik besteden aan het oplossen van maatschappelijke kwesties en het verbeteren van de wereld. Wat ik een mooi thema vind, is iemand die graag de wereld wil redden, maar beseft dat hij te nietig is daarvoor. En dat is een mooie theatrale spanning. En daar kan je veel materiaal uit putten. En ik wil nog even nieuwe schoenen kopen met klittenband. Want strikken kost ook altijd tijd. En bovendien is er niet altijd iemand in de buurt die je kan helpen. Ik ervaar nog wel eens druk. Ik maak mezelf nog wel eens druk van... hoe gaat het eerste programma van Maarten Ebbers eruit zien? Stel je voor dat het te leuk is. Dat mensen zich doodlachen. Dan ben ik daar verantwoordelijk voor. Iedereen koopt tegenwoordig zo'n televisie met zo'n LSD-scherm. En ja, vanwege de haarscherpe beeldkwaliteit hebben ze gezien op de reclame. Op een oude toestel. Ik heb wel echt mensen nodig om mij heen om me aan het werk te krijgen. En om aan het werk te laten. Omdat ik best lui ben van oorsprong. Ik ben wel geneigd om achterover te zitten. Is me nog nooit gelukt. Ik heb mezelf een stok achter de deur gezet door te zeggen dat begin december 2010 ga ik, Maarten Ebbers, in première met mijn avondvullende programma Laat mij maar zitten. Dus als je het niet erg vindt, ga ik zo weer aan de slag.